Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Rayman Legends. In de tussentijd heeft Jordi eventjes wat mannequins gefarmd, zodat we gewoon levels blijven unlocken eigenlijk. Ja. Is dat eigenlijk. Het is hartstikke leuk als je de game gewoon normaal speelt, maar voor opnames moet je eigenlijk heel veel dingen gewoon voorbereiden van tevoren. Zelfde idee, zelfde resultaat. Mogelijk. Het is inderdaad een ware worsteling. Wat gebeurde hier? Een pixel. Hebben die lulhanders ook weer? Zo traag waren wij niet, dus ik weet niet waarom. Ja. Oh ja, maar hij. En je rubber bent ook weer als de malle dit. Kijk maar even hoe ver hij nu achter ons staat. Gelukkig spawnt hij ons niet aan het begin van de game. Oh! Oh, ik dacht dat wij een voorraden gehaald, maar we zijn achter gehaald. Zo'n kutstuk, je ziet gewoon geen hond. Nee, dat is het hele. Ja. Dat is het hele probleem, je ziet geen kloten. En als je ze nu hadden gezegd van oké, we zoomen als je klein bent heel even op de dingen, zou dit al een stuk makkelijker maken, ja. Maar nee. Zo, inderdaad. Gewoon even, ja, maar dat, zulke kleine dingen moet je gewoon even doen, dan maakt dit zoveel makkelijker. Want ja, je ziet hem nu ook gewoon weer letterlijk een rubber band op dit stuk. Ja, dit. Ik had geen idee hoe die ontwikkelde, dus ja. En je wilde wat zeggen, maar. Ja, ik wou zeggen van. Het is heel moeilijk om in de momenten te komen als je weer in de spawn zegt. Opeens een enemy. Ja, je krijgt ook te. Nou, verhouding krijg je ook te weinig tijd om even te kijken van oké, wat komt er tegen. Dat is onzin, ik raakte hem. Hetzelfde enemy waar ik net op weer aan. Ja, dit. Wat willen ze dat ze daar varen? Je moet al naar beneden hitten, dat kost altijd. Verdomme zeg. Verdomme nog maar! Gelukkig is het verkleinen en vergroten maar een kleine
gewoon een gimmick in dit level. Ja. Ja. Ik denk constant dat die... Ja, dit... Je moet meteen naar beneden hitten. Je zou denken van, oh, er zit toch rubber banding in, er zit toch wel speling. Ja, maar ja, die rubber banding die werkt toch in meter. Ja, ja, die laatste hier. Dat maakt niet uit, Dan, ik hem zo. Ik vind het niet zielig. Get fucked. Twee. Ja, jammer van die derde, maar niet. Het zij zo. Lekker man. Oké. Next. Waarschijnlijk een bos. 5 sterren. Ja, bos. Spaghetti-o. 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 Ja. Daar is je bos. Succes. Nee, hij maakt het wel makkelijker voor ons om hem te zien. Nou, hij moet zelf niet. Ja. Als je bijzonder moet weten. Nee. Oké, ronde 2. Ik ga hier staan. Nice. Kom maar erbij. Ik weet niet, maar anders spannen ook geen dingen, hè, dus... Nee, hij moet niet in de lava. Nou, dan moet ik wel starten in ronde 2. Ja, we kunnen beter op deze manier doen. Hé, hey, hoe? Waar ben ik op geraakt? Mag ik nog extra iets? Nou, we het op deze manier even doen. Nou, ik zag net dat bij de volgende ronde dat er een van de spring kan doen. Ja, precies. Duiken. Hey, duiken? Nee, ik ben net te laat. Maar je hebt wel gered, dus dat is mooi. Ronde 3. Hoppatee, hoppatee. Nee, niet. Hier spawnt soms aan het ding. Ja.
spannend. Ja. Dat zou wel skinny zijn. Oké, dit is volgens mij. Damn it. We hadden hem. We waren nog 5 rondes geweest. Ik denk dat we de laatste wafers. Ja, om Sirius maar de lucht in, dank u vriendelijk. Maar ik denk van, er staat niks links, maar er is ook geen updraft. Dus je stort zo weer ten aarde. Dat is belangrijk. Ja, dus je wil aan de zijkant blijven, ja. Omdat daar niks is, maar je moet eigenlijk in het midden blijven, maar ja. Dat is de meeste vloeiballen. Ja. Dat is ook nou net het probleem, hè? Ja, lach maar. Ja. Maar ja, het is nog zo'n vliegen met per aanval. Het zijn wel leuke bossen wanneer ze eenmaal begrijpt. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ze niet dood zijn. Nee, want het zijn gewoon onze fouten. Leuke het zijn gewoon onze fouten, maar ja, het is gewoon. Het is een pittige bos. Maar dat is leuk. Bossen mogen pittig zijn. Oh, ik heb wel het gevoel van, ik ga wel halen binnen een paar minuten. Zeg maar. Mm-hmm. Lampton. Het. Nanny. Derry. Ja, stop maar je meneer Roslaan. Nu komen ze vliegen mappen. En nu moeten we gaan mikken. Done. Nice! Ja, leuke bos. Mm-hmm. KO! Oh ja, mag die gozer weer gaan slaan. Volgens mij komt hij op een maan. Denk je? Toevallig hadden dat twee zijn? Ja, precies. Echt. Staat er eentje te wachten, hè? Oh. Ik dacht, komt dit andere grap terecht. Nice. Mooi.
Nou, hopen dat we met zo'n krasslot weer zo'n Lumos of wat dan ook kunnen krijgen. Ja. Dat zou wel mooi zijn. Nee, Lux. Nou, er is nog een krasslot. Nee. Zit hem er niet in. Zet. Oh, Mariachi Madness. Nou prima, doe maar zo, hou maar zo. Gewoon, wij doen niks. Wij rennen alleen. Huh? Wat was dit nou weer? Je moet blijven springen. Je wordt meteen, door die rups word je meteen onderschept. Dus eigenlijk de tiger. Ja. En dan een mariachi variant. What the fuck? Ja, dan moet je de slangen gaan volgen. Dat is even één keer goed begrijpen, dan heb je die wel. Ja. Ah, oh, ging zo lekker. Ah, oh, Spanje had het vroeger. Ah, lullig is dat stukje, hè? Oh, je moet door blijven hakken. Er zijn ze enemies onderin. Netjes nice. Gedaan. Leuke games zijn dit. Deze levels zijn echt leuk. Mm-hmm. Maar jammer genoeg zijn het er maar 5. Mm-hmm. En mooi is, deze levels halen we ook met goud. Ja. Maar ja, die zijn ook ingesteld. Op zo'n manier ook ingezet dat je hem ook kan halen op goud. Ja. Fiesta de los muertos. Woe! Wel die character volgens mij in dit moment. Nee, dat was gelukkig. Nou, nou, dan weet ik wat ik tussendoor kan doen als we weer te weinig hebben. Ja. Nee, grote zooi. Ik wil geen wezentje, ik wil gewoon. Ja, ze zijn voorgestudeerd aan die. Ja, natuurlijk zijn ze voorgestudeerd, maar ja. Ja? Kijk. Daar wil ik er graag meer van. Nou ja, leuk, zo goed. En de laatste, en dan kunnen we door met de volgende wereld. Kijk eens.
Hoppakee. Woe! En ik denk dat die klop loodgieter is volgens mij of Mario of Luigi. Oké, oké. En dan speel je als Globox. Het mysterieuze opblaasbare eiland. Aha. Nee, het is mysterieus en het is opblaasbaar, dus... Waarom is zwemmen in deze game ook al een ding? Goeie vraag. Betere vraag is, waar moet ik heen? Oh. Nou, gaan we hier maar in, hè. Dat vind ik knap. Mij wel bevrijden, maar niet de tientie. Oké, nu wel de bovenste route ook goed. Ah, dat is deze. Oh. Nee, maar dat had ik al net al in de gaten. Onthoud niet dingen als je weer respawnt. Dus je moet altijd die lemmings, die tinsies, die andere onzin, altijd weer unlocken. Je hebt bar weinig tot geen speling dit stuk. Geef maar. Lekker bezig. Ik reken hem goed. Nou ja. Heel veel level hebben we totaal niet geëxploreerd, maar dat maakt niet uit. Er zijn 20.000 lums onder de zee, 20.000 lums. Je vindt de twee, je stikt er een, erin op de en een 0 onder de zee. Ja. Oh, je grote vrienden deze weer. Ja, en dan mogen we met Murphy dan de lichten gaan beïnvloeden. Hartstikke gezellig. Waarom moet er in elke platform nou in een waterlevel zitten? Dat is juridisch bepaald door Mario. Dat is op zich flauw. Ik kan jou wel raken terwijl ik duik. Maar dan registreert de game toch als, ja sorry, je hebt het... Je bent toch een beunhaas, dus sorry, we rekenen het toch niet goed.
Nee, we halen Murphy er niet mee. Murphy kan geen stikken. Nou, weet je wat? Murphy, dat is op zich nog niet verkeerd. Ik hoef niet op A te mashen, ik hoef alleen maar te klikken. Dat valt mee. Maar een betere vraag is, waar zijn de tinsies? Nou, ik had dus eerder moeten bitchen. Oké. Oké. Dat was simpeler dan verwacht. Ja. Ik dacht om meteen maar naar boven platformen. Ja. Maar niet dus. Oké. Ja, dat is allemaal. Ja, nice. Kijk Murphy, nu ben je tenminste geen ice hoor, dus dat scheelt al. Dat scheelt al een heleboel. Ja, het is op zich ook moeilijk te zien in deze duisternis. Dit. Oké. Die naar beneden. Dan doen we die uit. Aal mijn reet. Nee, dat is ook niks. Ja. We zijn aardig miserig met de tinsies. En als ze er wel zitten, zitten ze op echt volgens mij een rukplek. Tikken. Dit kut aan Murphy, dan blijft hij hangen in die bovenste. Altijd die stomme Murphy. Ja, wat we zouden kunnen doen is het volgende. Hier blijven staan. Ja, maar. Kan je die jump maken? Ja. Ja. Dit is echt een game die je volgens mij niet met in je eentje kan doen. Nou ja, op zich, dat kan ook wel. Dan blijft erop staan en gaat dan de track naar voren toe. Gewoon hier blijven staan. Gewoon deze hoek blijven staan. En ik doe hetzelfde trucje weer. Enemies! Ja, netjes gedaan.
Heel netjes gedaan. Oké, let's go. Oké. Ja, ja, ben je er nog? Ja. Ja. Ik ook sowieso niet. Kan je nog een paar? Laat maar. Oké. Ik denk dat hij weer. Ja. Sorry, ik zet maar. Story of our fucking life in deze game. Oké, okay, dus. Ik moet hem meteen triggeren. Dus 1, 2, go. Terug. 3, 2, 1, go. Woe! Op zich geinig level, maar het duurde te lang. Maar ja, dan is het ook weer tijd. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag de volgende keer weer. Adios! Amigos!